Wij vonden dat er genoeg gepraat was en we hebben gezien hoe het kan. Nou, als provincie zijn we natuurlijk heel erg bezig met duurzaamheid. Nou, een van de dingen waar we naar kijken is de logistiek. Daar liggen heel veel kansen op het water. Nou ja, in eerste instantie is het uniek dat het nog nergens gebeurt in Nederland. Er wordt wel al afval over water vervoerd over kleine stukjes, maar nog niet gebaald. Dus dat is zeker uniek. De topsector is in zijn algemeenheid volop bezig met wat wij noemen model shift. Proberen zoveel mogelijk lading van de weg naar het water en naar het spoor te brengen. En vandaar ook dat we heel veel steun hebben kunnen brengen aan dit proces om uiteindelijk tot deze pilot te komen. Als je de binnenvaart, als je dat goed organiseert, dan kun je met veel minder CO2-uitstoot, kun je bijvoorbeeld zoals vandaag het afval van A naar B vervoeren. Ja, al met al praten we toch over 1,7 miljoen ton afval, wat tot nu toe bijna allemaal over de weg vervoerd wordt. Het derde voordeel is dat we een betere energiebalans krijgen. En nu rijden er iedere dag auto's met afval richting de verbrandingsoven. Dat moet direct verwerkt worden, verbrand worden. Dat gaat stinken, dat kun je niet lang laten liggen. Middels deze balen kunnen we ervoor zorgen dat je het afval kunt stockeren en gedoseerd in die verbrandingsoven kunt gooien. Wanneer er ook direct behoefte is aan energie. Vierde bijkomende voordeel is dat we natuurlijk zien in Nederland dat er een enorm tekort is aan chauffeurs. Nou ja, dat los je ook met de scheepvaart op, doordat toch één schip eigenlijk het werk van 50 tot 75 chauffeurs kan overnemen. Wij hopen dat in een nieuwe aanbesteding er niet alleen naar prijs wordt gekeken. Hè, dus ook gekeken wordt van hoe kun je het afval ook duurzamer transporteren. En daar zijn we eigenlijk al 4 jaar voor aan het lobbyen. Met ook steun van de topsector logistiek. Ga ik eisen stellen aan duurzaamheid in je aanbesteding? Ja, dat is de gemeente, dat zijn de overheden. Die kunnen hier dus absoluut het voortouw in nemen wat mij betreft. Als verschillende overheden, ook het Rijk, moeten wij dit soort initiatieven gaan ondersteunen. He, dus dat is ook het doel van vandaag. Gaan kijken, wat komen we allemaal tegen? Zorgen dat iedereen erbij betrokken is die iets met vergunningen en milieu te maken heeft, om samen te komen tot de volgende stap. Als we zeggen, we gaan ervoor met z'n allen, nou, dan gaan we het ook doen. Maar je hebt massa nodig en je hebt commitment nodig vanuit die diverse partijen om dat daadwerkelijk voor elkaar te boksen.